die ik heel vaak hoor als ik in gesprek ben met aankomende virtuele assistenten of virtuele assistenten die al een eigen VA-bedrijf hebben. Als aankomend VA verlang je naar genoeg leuke klanten, zodat je er een goed inkomen mee verdient en je er leuke dingen van kan doen voor jezelf, voor je gezin en zodat je ook verder kan ontwikkelen als ondernemer. En je kennis en kunde is namelijk goud. Up-to-date blijven van de ontwikkelingen in de markt is essentieel. De markt verandert snel. Daarin meegaan is zo belangrijk, zo niet broodnodig om succesvol te blijven. Stilstaan is doodgaan. En dat klopt, kijk maar naar bedrijven zoals Kodak, de Free Record Shop. Meegaan in het digitale tijdperk en de Customer Obsessed tijdperk, waarin de klant centraal staat, draagt eraan bij dat je een gezond bedrijf opbouwt. En laten we eerlijk zijn, het is heel leuk om mee te gaan met deze ontwikkelingen. Saai achter de geraniums zitten, daar word je echt niet blij van, dat weet ik zeker. Uitdaging en voldoening krijgen, dat wil je. Je wil energie in je lijf van alle kanten voelen stromen, omdat je het belangrijke bijdrage levert voor je klant. Ik zie VA's in de markt worstelen met het opzetten van een goed lopend bedrijf. En dat is zo zonde, want er liggen zoveel kansen in de markt. En dat terwijl het grootste gedeelte van de mensen nog niet eens weet van het bestaan van een VA. Een enorme groeipotentie ligt er dus, omdat de vraag alleen maar zal stijgen de komende jaren. Het beroep is namelijk niet voor niets uitgeroepen tot het beroep van de toekomst. Of tot één van de beroepen van de toekomst. Kijk maar op nationaleberoepengids.nl. Super zonde als je dan deze kans laat liggen. En dat er bewijzen genoeg zijn dat er vraag is in de markt, blijkt wel hieruit. Sietske is onlangs gestart als VA en tevens in mijn opleiding gestapt om een goede fundering neer te leggen voor haar bedrijf. Ze is nog maar net gestart met de opleiding of ze wordt al aan alle kanten overspoeld met aanvragen. Ondernemers zitten te springen om goede VA's, om A-players. Hoe zorg je nou dat jou dit ook lukt? Nou, daarvoor zijn een aantal punten belangrijk. Zet een sterk fundament neer, geef waarde en bouw vertrouwen op. Nou, zet een sterk fundament neer. Een huis op los zand bouwen is gedoemd om te mislukken. Een bedrijf opzetten zonder fundering is onmogelijk. Een aantal punten zijn daarbij belangrijk. Je fundering bestaat uit het kiezen van jouw doelgroep. Voor wie wil jij graag werken? Wat voor soort klanten word jij blij van? En beschrijf je ideale klant, dat geeft je een beter beeld. Wat doen zij met hun bedrijf? Wat denken ze? Hoe komen ze op anderen over? Hoe gaan ze met mensen om? En kies de taken die jij wil doen. Met welke werkzaamheden wil jij ze helpen? En welke taken kun je uit hun handen nemen? Waarin wil je graag meedenken? Zorg voor een helder dienstaanbod. Hoe ga jij nou jouw diensten aanbieden? Welke vormen passen bij jou? Losse uren, maandelijkse uren, projecten? Wil je jouw dienst aanbieden in de vorm van een product? Als je dit helder hebt, formuleer je jouw boodschap die jij de wereld inbrengt. Zodat mensen die jij spreekt goed onthouden wat jij doet met jouw bedrijf. Een boodschap die makkelijk te begrijpen is voor anderen. Ook als ze nog nooit van de term VA hebben gehoord. Je wil namelijk mond-op-mond reclame. En dan is deze fundering cruciaal. En geef waarde. Ondernemers willen samenwerken met professionals die waardevol zijn. Ja, en ook jij bent waardevol. Al denk je nu misschien dat jij, dat gaat niet over mij. Ik heb nog niet genoeg kennis of ervaring om dit te kunnen doen. Bullshit. Want je hebt ontzettend veel in huis. Capaciteiten, levenservaring, ook jij. En de waarde zit namelijk in gedreven zijn, passievol zijn, initiatief nemen, goed kunnen plannen en organiseren, overzicht houden, focus houden, doelen behalen, meedenken met anderen, nieuwsgierig zijn, leergierig zijn, verantwoordelijkheid tonen, hoge kwaliteit leveren, noem maar op. Dat is belangrijk. De meeste VA's die starten beginnen onderaan de ladder. Hè. En ik had dat precies zo. Bijna alles was nieuw voor mij. Maar ik had heel veel kennis niet in huis. Maar wat ik wel in huis had, waren deze punten die ik opnoemde. En ik stelde mezelf op als leerling. Ik was transparant naar klanten. Vanaf dag 1 groeide mijn bedrijf stukje bij beetje. En de kennis steeds en steeds meer. Daarmee bouwde ik een prachtig bedrijf uit. En dat kun jij ook. Nou, en bouw vertrouwen op. Mensen doen zaken met mensen. Op het moment dat ze jou vertrouwen, dan pas gaan ze zaken met je doen. Nou, en hoe bouw je nou vertrouwen op? Dat doe je met de No, Like and Trust methode. En je laat ondernemers eerst aan je snuffelen.
Je laat ze eerst kennis maken. En dat ze je een beetje kennen. En dan gaan ze je leuk vinden of niet. Maar wanneer ze je leuk vinden, dan ben je toe aan de laatste fase. En dat is dat ze je gaan vertrouwen. De mensen zijn van nature altijd bang om te verliezen. Als jij waarde geeft, in welk opzicht dan ook, dan gaan ze je vertrouwen en verdwijnt de angst om te verliezen. En een van de eerste stappen die je het beste neemt, is in gesprek gaan met ondernemers. Wees nieuwsgierig hoe het met hun business gaat. Waar worstelen ze aan mee? En denk met ze mee, bied waarde. En wat ook bijdraagt, zijn referenties of testimonials van bijvoorbeeld oud-collega's waarmee je eerder hebt samengewerkt. Zet ze op je site, laat zien wat anderen van jou vinden. En vertrouwen uitbouwen. Nou, dat moet je zo zien. Je bent op stap met een vriendin en je geniet van heerlijke muziek en je danst lekker op de dansvloer. Er stapt een man de kroeg binnen en die kijkt je aan, die loopt naar je toe, die knielt, die pakt je hand vast, doet een doosje open en zegt: wil je met me trouwen? Zou jij ja zeggen? Ik dacht het niet, want zo werkt het namelijk niet. En precies in het ondernemerschap. Laten we maar eerst eens kennis maken en een gesprek aangaan. Nou, dat lijkt me een logische stap. Het vinden van potentiële klanten is, als je het mij vraagt, eigenlijk niet zo'n big issue. Het zit hem veel meer in deze punten. En werk hieraan. Zet je fundering goed neer. En bouw je droomkasteel. En wil je hulp bij het bouwen van je droomkasteel? Let me know, want ik zet graag samen met jou de handen in de klei.